Hallo kijkers, jullie kunnen me vast nog herinneren. 6 jaar geleden, België speelde een heel erg goed WK. Alleen, Frankrijk was toen net iets te sterk. Griezmann with the corner, kicking him TT! Arriving on the near post, there's the breakthrough! En daardoor konden dat jaar geen wereldkampioen worden. Maar vandaag is het moment dat België wraak kan nemen op Frankrijk. Alleen ja, in het echt zie ik het niet echt gebeuren omdat de Belgen de laatste tijd veel minder goed spelen. Maar misschien kan het wel hier op FIFA. We zullen het zien wat deze wedstrijd gaat geven. Ik ga zelf niet spelen, ik ga de AI gewoon laten spelen. Ja, laten we de wedstrijd beginnen. Spelers en supporters maken zich klaar. Ah, het zijn de Belgen die eerst mogen beginnen. Hier hebben we de Bruyne. Oh, mooi zo. Maar hij kan er helaas niet volledig door. Oh, hier is Frankrijk al vroeg in aanval. Oh, hier is misschien een kans voor België. Als dit geen buitenspel is. Oké, Lukaku. Oh, Lukaku kan hem net niet schieten. Oh ja, Frankrijk, hier gaan ze waarschijnlijk scoren. Want ze zijn heel dicht bij de goal. Oh, Kasteel redt ons. Griezmann zal de corner nemen. Oké, hoekschop is genomen. En ja, weer een hoekschop. Oké, hoekschop is weer genomen. En ja, we gaan alweer naar een hoekschop. 3 hoekschoppen op een rij voor Frankrijk. Hoekschop is weer genomen en een voorzet. Ah, Kasteel moet weer redden. Oh, dat was even gevaarlijk. En nu misschien een aanval van de Belgen met Lukaku hier. Ah, helaas nu weer bal verloren. Ik denk dat we gaan rusten met 0-0, tenzij we misschien hier een aanval kunnen scoren nu. Kom op Lukaku. Naar de Bruyne. Ah, balverlies nu. Oh nee, hier is Mbappé. Hij is heel snel. Maar ik kies om te passen. En zo gaan we rusten met 0-0. Misschien dat de Belgen nu eindelijk eens een doelpoging kunnen creëren. Zou leuk zijn. Ah nee, toch niet. Frankrijk in aanval. Hier hebben we Lukaku, maar pas naar de Bruyne. De Bruyne, wat gaat hij doen? Ah, dat zie je de rode duivels lopen tegen elkaar. Dat was niet handig. Ja. En hier is een grote kans voor Frankrijk om op voorsprong te komen. Frankrijk scoort met een geweldige trap. Dit is Griezmann die scoort. En dan komen zo helaas de Rode Duivels op achterstand. Okay, hier België aan de bal. En ze verliezen alweer de bal. Oh, dat was een fout. En geel voor Timothy Castagne. Oh joh, Frankrijk weer in aanval. Ja, die ballen kunnen ze onderscheppen. Maar bal is wel nog steeds voor Frankrijk. En weer een gevaarlijke kans. Ja, goede bal veroverd. Nu een aanval opzetten. Ah, helaas. De wedstrijd is afgelopen. Ja, ziet er niet goed uit voor de Belgen, want Frankrijk wint hier. Ja, ik ben ook 90% zeker dat Frankrijk ook in het echt gaat winnen. Maar ik hoop stiekem toch op een wonder dat de Belgen het toch nog kunnen doen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en dan hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!